Jongens, wat... Nee, wat zitten jullie nou aan mijn oren te tetteren, jong? Nee, dat staat toch op de lijst? Je gaat eerst... Ja, je gaat eerst een shotje op de pianist, ja? En dan krijg je een publiekshot, en dan een getrokken shot, en dan die dwarsrijder. Ja. Jan, ken die mevrouw in close-up? Oh, NCRV, daar zoek ik wel een kooltrui, hè? Ja, dat zei je altijd zien. Dan heb je net een lekker plaatje en dan gaan de heren boven koffie drinken. Nou, ik wacht wel. Ja. Koffie drinken. Nou, u kan mij wel. Ik was toen elektricijn in kerkelijk verband. Hè. Maar die pastoor die is wezen trouwen. En die dominee die is in het sociale werk gegaan. Hè. Zag ik een advertentie staan, cameraman bij de NOS. Cursus die gevolgd, hup, achter de kinderwagen. Hè. 14 dagen heb je er de balen van. Hè. Zeggen ze, ja, zie je de artiesten van dichtbij. Hè. Worden ze niet mooier op, hoor. Hoe vaak zeggen we niet, de uitzending is goed verlopen. De artiest ook. Mooi. Ja. Jongen, ik zit vorige week in de kantine. Zit ik een naast die gozer die altijd in zijn blote brei werkt voor de VPRO moet. Hè. Nee, ik herkende hem niet uit zijn broek aan. Nou, en zoals dit hebben we ook vaak vorige week nog op het laatste plein. Cabaret. Grappenmaker, ik weet niet eens hoe die gast heette. Hij zegt, als de uitzending een top wordt, zien we elkaar na afloop bij de Amerikijn. Wordt het een flop, zien we elkaar bij de Wienerwald. Zeg. Nou, wat denk je? Wij zijn ze alle bij de Wienerwald. Hij is eentje bij de Amerikijn, jongen. Nee, was niet André van Duin. Nee, nee, want die vind ik zo, hè. Dat die jongen doorgezet heeft, die is toch aan het toneel gegaan. De hele familie zei, doe het niet, je krijgt er maar scheve gezichten van. En, Nou ja, en vrijdags heb je altijd drama. Wat hadden we vrijdag nou weer? Oh ja, Maria Stuart van Schiller. Kan u dat, Schiller? Schiller. En voor de week daarvoor hadden we een heel moeilijk stuk van Pinter. En de week daarvoor een stuk van Hugo Claus. Die schrijft dus een heel stuk, maar kon er niet helemaal van rondkomen. Dus zijn vrouw deed er dan wat naast. En, maakte hij de stukken, maakte zij de brokken, weet u wel. En, nou, ik kan het ook wel duidelijker zeggen, maar dan mag dat alleen in een zaal met minder dan 50 stoelen. Nee. Nee. Hey, dat CDA was niet voor niks zo blij met die 49 zetels. Hè. Nou, maar die toneelspelers, dat is ook een slag op zich. En het zijn altijd dezelfde, want die mensen worden stokoud, hè. Die worden stokoud, die zijn nog halve leven iemand anders. En die jaren tellen niet mee, natuurlijk. En Capsones, komt er weer zo'n actrice. Ja, cameraman, ik zal me graag wat ouder schminken. Toen nou, mevrouw, moet je die rotzooi er weer afhalen, niet? En allemaal opscheppen van, ik heb nog bij Verkade gewerkt. Nou, zeker reep inpakken of zo. Ja, cameraman, ik ben mijn carrière begonnen in een passiespel. Nou, mevrouw, als je er lang over nadenkt, komt ieder mens uiteindelijk uit een passiespel, niet? Dus, En allemaal van dat mee. Ja, zo staan ze hier dramatische rollen te spelen. Zo gaan ze een reclamespotje opnemen voor de ster. Nou, oké, nou gaan we ze daarvoor vangen. En dan hoeven ze enkel maar even te spelen dat ze twee geestelijk gehandicapte dames zijn die over wasmiddelen praten, niet? Meneer, geloof u mij nou, die hele televisie zit vol met commercie. Commercie, tot in de kunst aan toe. Tot in de zware muziek aan toe. Nee, maar die Georg Friedrich Handel. Handel, het woord zegt het al. Die man gaat de ijskast voor zo'n bierfabriek zitten componeren. Ta 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 ta. Mevrouw, ze geven gewoon de naam aan een firma. Hè? Neem naar die zangeres Elisabeth Zwartkop met die shampoo. Nee, meneer Ludwig van Beethoven, die toch rustig boven zijn stukje schrijft. Kom brio, met brio, kassa. Niet alleen nog boven zijn rondo's, boven zijn kano's, boven zijn stritsen. Ga je gang maar, hoor.
Ik zeg nog tegen zo'n orkestlid, ik begrijp niet dat die Beethoven nou zo beroemd is geworden. Omdat die man nou die kleine nachtmuziek heeft geschreven. Hij zei, dat heb je niet geschreven. Ik zeg, nou, zelfs dat niet eens. Nee, dat hebben we vaak, hè. Symfonieorkest met 3 camera's, hè. Camera 1 gooit de violen erop. Dan gooi ik de harp erop, gooit mijn collega de hoorn erop, hè. Vorige week hadden we nog een orkest. Wat was dat? Oh ja, het Concertgebouworkest. Ons nationale orkest. 20 Japanners, 30 Tsjechen en een Duitse dirigent. Nee, dat was Von Karajan, die dirigeert altijd met zijn ogen dicht. Ja, die man die kan geen orkest meer zien natuurlijk. Hè. En altijd te laat, hè. Te laat. Dan moeten wij naar de dirigentenkamer. Meneer, het is tijd. Opschieten. Karajan. Ja, dan komt hij te laat op het podium. En dan nog kanker, dat er voor hem alleen nog een staanplaats is. Hè. Nee, dat was een concert. Het was een jubileumconcert van het NVSH. Hele zaal stampvol schuismarcheerders. En dan hadden ze dat programma hadden ze mee zitten rommelen om dat aan te passen. Dan begonnen ze met de 3e symfonie van Beethoven, de Erotica, ken dat? Daarna had je het voorspel van Tristan en Isolde. Na de pauze had je dan de Paganini-variaties. Daarna het standje van Schubert. En tot slot een nocturne van Willem Pijper. Ja, jongens. Ja, was de koffie lekker? Nou, dan gaan we het alweer doorzeggen. Ja. Wat zeg je nou? Heb je geen beeld? Hoe kan dat dan? Oh, mijn brood ligt ervoor. Wacht eens even. Ja. Nee, maar dan wacht ik nog eventjes. Ja, hier. Gisterochtend begonnen we. 9:00. Jos van der Valk, piste in Studio 3. Mevrouw, ik zeg, ze weten van gekkigheid niet meer wat ze uit moeten zeggen. Nou, kom ik in Studio 3, blijkt het circus. Nou, als ik ergens de balen van heb, is het circus. Want volgens mij mislukt alles, hè? Ja, komt er een vent op met 24 kopjes en schoteltjes bovenop elkaar. Dan denk ik bij mij, nou, dat zal een lekkere smak geven, hè? Blijft allemaal zo staan, niet? Dan zetten ze een dame tegen een schotje, gaan ze messen werpen. Dan denk ik, nou, zal er wel bloed zien. Allemaal daarnaast. Komt er een vent en die steekt dan zijn hoofd in de open muil van een leeuw. Dan denk ik, nou, zal wel een vent zonder hoofd zien. Leef nog te beroerd dat hij doorbijt, jongen. Nou, zo heb je van alles. Vorig jaar hadden we die anti-rook-uitzendingen van de NCRV. Ik ben er helemaal vanaf. Van de NCRV dan. Zeggen de mensen, ja, door de NCRV kom je toch veel aan de weet. Nou, dat is waar. Stel voor, ze Sil de Strandjut er niet uitgezonden. Dan wist je nou nog niet dat ze op Terschelling Vlaams praten. Hé, hey, hoe vind je Hollands glorie? Wel een slepende zaak, hoor. Ik heb niet ver gezien van mijn leven, maar zo weinig nog nooit. Nee, weet je wat erg is, jongen? Als je dienst hebt bij de EO, de Israëlische Omroep, hè? Nee, ik kan iemand, dat zal u misschien niet willen geloven, maar die is van de dokter zo streng zoutloos, die mag alleen nog EO kijken. Nee, jongen. Laatst ging de hele uitzending niet door, was de kijkers ziek geworden. Ik heb de afgelopen zondag had ik nog een forumpie over zielsverhuizing met Söderans. Hè? Bij de KRO. Ja. Nou, ik denk bij mij, ik ga even naar het toilet. Hè. Naar het toilet, ja. Mensen willen ook wel eens naar zijn eigen gezeik luisteren. Niet?
Goedenavond, lieve vrienden. Welkom bij dit vijfde programma. Inmiddels hebben alle Belgen op de bruid gegooid. Geen Belg die ze begreep. En deze vervangen door de wel zeer actuele grap van de Surinamer. En deze grappen van Surinamers gaan wij zingen op de bekende melodie van Beethoven. Alle mensen worden loeders. Ken je die grap van die Surinamer die zijn voorvader was slaaf? Opgekocht voor een paar gulden ergens in West-Afrika. En hij zelf is werkeloze, zoals 1 op 3 in dat land. Ja, zo ging dat na 3 eeuwen, geregeerd door Nederland. Dat was de eerste grap van de Surinamer. Volgens de tweede, speciaal bestemd voor dames en heren aandeelhouders Biton en Suralco, met de intrigerende vraag, maar waar is nu toch het geld van het bauxiet gebleven? Heel de bodem vol met rijkdom, erts voor aluminium. Toch de helft woont nog in krotten, haalt niet eens het minimum. Want het geld van het bauxiet ging rechtstreeks naar het buitenland. Ja, zo ging dat na 3 eeuwen, geregeerd door Nederland. En dat was de derde grap van de Surinamer, welke ons antwoord geeft op de vraag waarom het in de Bijlmermeer zo vol werd. Ken je die grap van die Surinamer in dat land zonder WW? Zonder ziekenfonds, geen wachtgeld, zelf zonder AOW. Is het wonder dat 1/3 wegvluchtte naar de overkant? Ja, zo ging dat na 3 eeuwen, geregeerd door Nederland. En dan zijn vier en laatste grap van de Surinamer, Stevens de Beste. Lachen, gieren, brullen. Kreeg verwaarloosd Suriname op de valreep smarte geld. Werd er wel weer bij bedongen dat die paar miljard dan wel moest besteed bij de bedrijven in het oude moederland. Ja, zo ging dat na 3 eeuwen, geregeerd door Nederland. Ja, zo ging dat na 3 eeuwen, genegeerd door Nederland. Vernederland, vernederland, vernederland. Ach, gut, en dan kwamen die mensen op Schiphol, weet u nog. En dan was er niet zo gauw een bed. En dan mochten ze 1 nachtje in het Hilton Hotel, ontbijt op bed. Zei ze, gut, hebben we toch nog iets rijks genoten. Ja. Nou, die Antillen nog netjes zien kwijt te raken. Zonder landbouw, zonder leerplicht. 1980 wordt groot feest, hoor. 1980, Nederland zelfstandig. Nou, u lacht, maar vorige week hadden we tumult, hè. Dan riep er iemand van het balkon, ik kan niks verstaan. Riep er hiervoor iemand, ik kan helaas alles verstaan, zullen wij ruilen? Nee, dat was niet hier. Nee, we spelen heel ergens anders. Wij spelen bij Alkmaar in Heilo. Heilo bij Alkmaar. En in Heilo, dames en heren, daar heb je een soort culturele vereniging. Het zogenaamd Heilo's Cultureel Streven. En ja. Nou, verder stonden wij te spelen. Het was een beroerde voorstelling, was mijn eigen schuld. Ik had de stoppie tijd om enkele te beginnen met enkele grappen over de hemel. Nou ja, goed, dat is 10 jaar geleden misschien leuk. 5 jaar geleden begon dat melig te worden. Nu is er wel heel iets anders. Nou weet niemand meer waar het over gaat. Heel eenvoudige grap. Er was 1 grap van de generaal. Die ging zo. Er was een generaal en die kwam in de hemel. Nou, grap op zich. En ja. Dus die hele hemel loopt uit, zeg, om dat te fotograferen. Dat is de gewoonte boven, wordt alles vereeuwigd. Hè? Met de lens op oneindig en dan gaan ze. Maar Petrus roept die generaal eens even apart. Die zegt, generaal, moet u eens luisteren. Heb u altijd op aarde de voorschriften opgevolgd? Ja, stipt, zei de generaal. Altijd stipt, alle voorschriften opgevolgd. Maar Petrus, wilt u het hier laten? Anders wordt het hier net zo'n bende als beneden. Nee, die was gesneuveld. Sneuvelen. Nou, iedereen vragen. En generaal, hoe was dat nou, dat sneuvelen? Hij zegt, kerel, dat was adembenemend. Ik kan je verzekeren, als je geraakt wordt, dan gaat er toch iets door je heen. Dat is echt... Nee, die andere was van een bankier. Dat ging zo.
Er was een bankier, komt een heel. Vraagt aan Petrus, is het waar dat hierboven een eeuwigheid gelijk is aan 1 seconde? Ja, dat Petrus, kunt u zo wel stellen. Hij zegt, nou, dan is het dus ook 1 miljoen gelijk aan 1 cent. Ja, dat is ook waar. Hij zegt, nou, geef mij dan 1 miljoen. Petrus, moet u 1 seconde wachten. Hè? Ja, nou, hier had zeker. Nou, u weet tenminste nog waar het over gaat, maar... In Heilo, doodse stilte, hè? Het is daarboven zo ontkerstend en heidend, zeg. Op hemelvaartsdag regent het al niet eens meer. De mensen weten nergens meer de ballen van. Dan praat je over een engel, dan zeggen ze, ja, engel, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, gewoon, steenkamp met vleugels. Zeg, ja. Nee, maar we hebben dat geënquêteerd, hè, in de uitgang van de Schouwburg. We hebben vragen gesteld, 3 vragen. De eerste vraag was, wat is ethisch revij? Nou, de mensen hebben geen idee. Ik zei, nou meneer, zal het u makkelijk maken. Wat is dan ethiek? Ethiek, wat is dat nou? Een ethiek. Een ethiek is een cafetaria. Nee. Nee. Ik zei, meneer, kent u de brieven van Paulus? Hij zegt, verrek, heb die boskabouter ook brieven geschreven? Meneer, wie was Johannes de Doper? Hij zei, was dat niet de bijnaam voor Joop Zoetemelk? Is om te huilen, inderdaad, maar ja. Er is 1 troost, dames en heren, er zijn een hoop mensen die andere dingen geloven. Hoop mensen, zeg, moet je opletten, die geloven in reïncarnatie, zeg. Dat je weer terugkomt. Dat is een soort zielenrecycling, zal ik maar zeggen. Ja, dan komt er hierna een tweede leven. Dat nemen ze bloedserieus. Dat tweede leven bereidt zich helemaal op voor. Je hebt al winkels met second life kleding ook. Nee, dat hoeft niet als mens. Je kan ook terug als beest. Je mag het zelf weten. Ik ken een alcoholist, die wil graag terug als pimpelmees. Ja. Ik hoorde laatst van iemand, Johnny, wou ik terug als koe. Als koe. Ik zei, man, zou ik nou wel doen? Op de eerste plaats, die wordt al levenslang uitgemolken. Op de tweede plaats, je weet nooit hoe je die haas vangt. En seksueel verveel je stierlijk. Nog boven als lief, al wordt dit graag 100 of ouder alsjeblieft. Toch is er geen dag dat de zekerheid verdwijnt. Dan komt aan dit dierbare leven een eind. Wanneer het dan eindelijk met me is gebeurd, hoef ik geen rouw, nog dat iemand om mij treurt. Ik vraag dan alleen maar dat iedereen erkent. Het leven heeft het doorstaan tot het eind. De oorlog, de honger. Dreiging, het geweld, de roes van de roem, de verleiding van het geld en afgunst, bedrog, tirannie van de moraal. Hij heeft het dan toch maar doorstaan, allemaal. Zo'n jeugd vol met angsten van hoe moet je zijn, want mensen zijn groot, hun kind is maar klein. Bang zijn voor straf, of bang zijn voor slaag. Met iedere keer die onzekere vraag. Als God dit nou ziet, waarom grijpt hij niet in? Hij heeft het te druk en het schiet erbij in. De angst om te vragen van, is hij er wel? Want wie daaraan twijfelde, kwam in de hel. Ik zal dus een held zijn, de winnaar in de strijd. Waarom dan getreurd, de dood heeft mij bevrijd. En zet op dat graf, maar hier ligt er een die heeft. Met hangen en wurgen zijn angst overleefd. Met hangen en wurgen zijn angst overleefd. Dies irae, dies illa, in het café voelde hij zich nog prima.
Maar o wee, toen hij weer terug was in zijn villa. Men heeft mij verzocht een enkel woord te spreken, ook namens de begrafenisonderneming, bij het heengaan van onze dierbare collega, eertijds aanspreker, de laatste tijd drager, Gerrit, Goedewijn, Gerrit. Je hebt altijd in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Vandaag heb je je zin. Gerrit, meer dan 40 jaar lang heb jij je beste krachten gewijd aan onze begrafenisonderneming. En een buitenstaander zal niet meer beseffen wat dat is. Iedere begrafenis weer op je paasbest. Iedere crematie weer op je asbest. Het is... De mensen hebben geen idee. De mensen vinden een dode eng omdat die niet beweegt. En jij zei altijd, kun je nagaan wat een engert het was toen die ook nog bewoog. Gerrit, bij alle droefheid die wij vandaag voorgeven, is er toch ook iets wat mij oprecht verheugt. Namelijk dat jij van ons twee het eerst bent gegaan. En als ik nou een ogenblik terug mag denken aan onze samenwerking, schiet mij speciaal te binnen het jaar 72, toen het zo vergemens druk was, dat we er per week soms wel vier moesten laten lopen. Het jaar 73 was het volstrekte tegendeel. De hele handel dreigde elkaar te storten. En hoe kwam dat? Autoloze zondag. Zwarte bladzij in ons bedrijf. Een dode boel, maar goed. En in datzelfde jaar, toen ze dan ook nog die autogordel verplicht wouden gaan stellen, ja. Toen moesten wij dus overwegen iemand uit ons midden te laten afvloeien. En dat is nou dus niet meer nodig. Het zal omtrent die tijd geweest zijn dat oma Stompwijk overleed. En opa die had het in zijn bolle hoofd gehaald om alles buiten ons om zelf te organiseren. Had hij bijvoorbeeld een kist van de macro. Ja. Ja. Als je dat nog een kist wil noemen, tenminste. Als je even zo komt met je ellebogen, vallen de zijkanten eruit. En dan had hij bijvoorbeeld een grafsteen van de groothandel. En in die grafsteen had hij eigenhandig zitten bijtelen. Oma is ingeslapen. Wat heb jij er nog onder gezet? Opa is uitgeslapen. En toen het gerucht ging dat de baron van Swinde slechts schijndood was, toen heb jij, Gerrit, nog onder de advertentie laten drukken: na afloop gelegenheid tot controleren. Maar ja, dat was een begrafenis, hè. Alles tot in de puntjes, eerste klasse. Maar ja, toen wij de rekening presenteerden, begon de freule luidkeels te reclameren. En toen heb jij, Gerrit, nog de onsterfelijke woorden gesproken: ja, freule, het leven wordt nou eenmaal duurder. Ik dacht dat ik het bestierf. En toen het testament geopend werd, toen bleek de baron daarin te hebben laten beschrijven: ik vermaak mijn vrouw aan mijn broer. Maar de freule wenste zich daar niet bij neer te leggen. En nee. De freule zei: meneer de notaris, ik vermaak mijn eigen wel. Dank u.
Gerrit, we kunnen er lang over praten en we kunnen er kort over praten. Maar één ding is zeker. Zuchten kan niet meer. En tot slot wil ik dan dit nog zeggen, Gerrit. Zoals je geleefd hebt, zo ben je feitelijk ook gestorven. Met tegenzin. Maar de naam? Gerrit Goedewijn zal voortleven, want jij, Gerrit, bent geweest de oprichter van onze condoleancedienst. In navolging van de felicitatiedienst. Het was jouw idee, zwarte Volkswagen, twee van die gesluierde stewardessen erin. En die gingen dan op rouwvisite om enkele toepasselijke geschenken aan te bieden. Doosie met rouwkost. Zo'n pakkie met memento rijst. En soms ook een persoonlijke aardigheid. Ik weet nog, de weduwe van dokter Bol, die kreeg zo'n flesje, boldood. Tot besluit, een klein gedichtje, deze bloemen, aangeboden namens de collega's, bij wijze van condolians, gaan nou weer terug naar het magazijn, want goede wijn behoeft geen krans. Bestemming Utrecht stopt heden niet in Overvecht. Ik zit dus in de verkeerde trein. Ik moet juist wel in Overvecht zijn. Altijd ben ik de dupe. Altijd ben ik weer de dupe. Met ziek worden hield ik steeds rekening, sloot daarvoor een dure verzekering. Ik betaal nu de premie een jaar of wat, maar heb nog geen enkele ziekte gehad. Altijd ben ik weer de dupe, altijd ben ik de dupe. Mijn vrienden, dikwijls komt men na het recital naar mij toe en dan vraagt men mij, bariton, hebt gij nu altijd bariton willen worden? En dan moet ik zeggen ja. Het is mij vaak afgeraden vanwege de naam, maar ik heb altijd gezegd, ach, in de zangerswereld zijn vreemdere namen. Neemt u de naam Dietrich Fischer-Dieskau, die kan die meteen zonder fouten goed uitspreken. Ik ken iemand die is nu een jaar aan het oefenen en die zegt nu Diepvries, Viesert, Kieskau. Kijk, de naam Caruso. Kijk, dat klonk als een klok, hè? Caruso, de zanger met de vele minaressen. Ja, het is gebeurd dat hij na een voorstelling bezoek kreeg in zijn kleedkamer van een destijds zeer bekende collaborateurzangeres. Deze mevrouw die heeft drie kwartier op de deur van zijn kleedkamer staan bonzen, maar Caruso liet haar niet gaan. Of men komt naar mij toe en men zegt mij, bariton, wij hebben deze liederen wel eens mooier horen zingen. Dan zeg ik, nou, dat kan wel wezen, maar dat was dan niet door mij. Wij hebben met dit ongewone recital hebben wij laaiende kritieken behaald.
3 alinea's lof voor Frans Oudhoff. U zult zeggen, waarom heb je hem niet aan ons voorgesteld? Maar dat kon niet. Hij is onvoorstelbaar. Of men vraagt mij, bariton, van waren nu toch in ene deze liefde voor deze klassieke muziek? Hebt u dat wellicht van Hilversum 4? De zender met de permanente rampenmuziek. Nee, in het verleden was het vaak zo dat er toch enige tijd verloren ging tussen de ramp en het omschakelen van de zender. En, ach, nu kan er eigenlijk gebeuren wat wil. Maar nee, niet van Hilversum 4. Ik heb deze muzikaliteit waarschijnlijk van mijn vader, die zeer muzikaal was. En u weet, muzikaliteit is altijd erfelijk, hè? Altijd erfelijk, dat is ook wetenschappelijk bewezen. Door de wetten van Mendel. Mendel was zelf zeer muzikaal. En ja hoor, Mendels zoon werd dus een bekend... Mijn vader was organist. Ja, die zat altijd orgel te oefenen in zo'n koude kerk. Ik was blij dat daar ook centrale verwarming werd aangelegd. Ik hoor hem nog spelen. Einzug der Radiatoren. Maar nee, aanvankelijk had ik eigenlijk van die hele klassieke hap geen sjoe gehoord. Want bij ons thuis waren ze dan gek met Schubert-liederen. Vroegen ze me één keer, zou jij per kaartjes willen reserveren voor de winterreizen? Heb ik mij tot Lisanne Lindemann gewend? Oh, ik heb wat afgeblunderd in concertzalen. Zeg. Ik ben eens na het eerste deel van een pianoconcert keihard gaan klappen. Zeg. Nee, dat is fout, hè. Nee, dan moet je niet klappen. Dan moet je hoesten. Dat moet, ja. Dat moet. Er was iemand die wou die hoesten. Oh, die komt gelijk de straat op zonder jas. Nou, dan wou die wel hoesten natuurlijk. Oh, zeg, en na de Matthäus Passion. 3,5 uur Matthäus Passion. Ik weer keihard klappen. Zeg, helemaal fout. Maar ja, dat was een misverstand, want ze hadden mij gezegd... joh, als je tot het einde uitzit, mag je in je handjes klappen. Nee, ik moest er laatst weer aan denken. Toen zag ik die musical, Jesus Christ Supermarkt. Superstar. Jesus Christ Superstar. Nu hadden ze ook een soort Matthäus Passion, maar dan voor slechthorenden. Zeg, Frans, mag ik even een centraal akkoord? Zitten ze in Den Haag nu 5 jaar over te mieren en hij... Hartversterker nam, daar kreeg hij gelijk een hartvergroting van. Een donor zei, stort jij je hart maar uit. Ik heb hart voor jou, ik ga de pijp wel uit. Voor statiegeld krijg jij mijn hart getransplanteerd. Dein is mijn hart, dein is mijn hart. Und soll es ewig, ewig bleiben. Nou goed dan, een toegift. Nee, dat komt, het volgende lied staat in een gans andere toonaard. Dat staat in C klein. Ik begreep daar niets van. Ik heb dat opgezocht in de telefoongids. Dat bleek een rijwielhersteller in de Stationstraat. Dat is aan de hoge kant, hè. Oh ja, wat wil je, zeg. En nu is het niet zo, dames en heren, dat deze liederen stiekem op de band staan... en dat ik hier maar een beetje voor Jan, je weet wel, staat te playbacken. U kunt er volop aan, al deze liederen komen mij eerlijk de strot uit. Echt. Het volgende lied is bijzonder moeilijk. Er zijn in Nederland... Zo moeilijk dat er in Nederland slechts 2 zangers zijn die dat kunnen zingen. Zult u vragen, wie is dan die andere?
wil ik u ook zeggen, dat is onze grote bas, Max van Egmond. Ik was laatst in een recital, zeg, van Max van Egmond. Echt recital, met echt recital publiek ook, hè. Echt de vrienden van de bel canto, hè. Tevens de vrienden van de bel canto. Maar goed. Nou, er zat er naast de begeleider, zit er dan altijd een mevrouw, hè. Niet, dat is niet voor de gezelligheid. Die mevrouw, die moet de blaadjes omslaan, hè. Wij hebben niet zo'n mevrouw, wij doen dat altijd even van tevoren zelf. Maar goed, deze mevrouw, een zogenaamde bladerette... die was ontiegelijk zenuwachtig. En van de zenuwen sloeg zij voortdurend 2, soms wel 3 blaadjes tegelijk om. Met het gevolg, ja, het begon om 8 uur. Het stond om 8:30 weer op straat. Ja, ik moest ook de hele tijd lachen natuurlijk. Nou, Max van Egmond vond het helemaal niet leuk, hoor. Dat ik dat hele recital had zitten lachen. Hij zei, toen ik laatst in jouw cabaret was, heb ik toch ook niet gelachen, zeg. Ja. Schlaf, mijn prinsje, schlaf uit. Wat is prinsjesdag toch altijd fijn? Moet er weer een nieuwe Japon? Leest wat den Uil verzon? Vater in burgerkleder. Zit er wat stilletjes bij? Zal er soms slaperig zijn? Schlafe, mijn prinsje. Ik kom net uit school, hè? Ik ben gaan voetballen. Zet ik mijn fiets, jongen, zet ik tegen het hek van het kerkhof. Hè? Ga ik voetballen, jongen. Kom ik terug, een hele fiets gestolen. Die dief heeft zeker gedacht, hé, fiets voor het kerkhof, eigenaar zeker overleden, weet je. En ik naar het politiebureau en dan krijg ik een formulier voor gestolen fietsen, jongen. Nou, dat formulier, die vragen, jongen, die slaan volgens mij helemaal nergens op, jongen. Hier, 5 vragen. Vraag 1. Geschiedde de diefstal met uw medeweten? Vraag 2. Miste u het rijwiel al voor de diefstal? Vraag 3. Is het gestolen rijwiel nog in uw bezit? 4. Zo nee. Waar is het rijwiel dan nu? En 5. Waar had u het rijwiel zelf gestolen? Ik zal dat morgen wel eens invullen, jongen, want vanavond barst ik van het huiswerk, jongen. Huiswerk, ik zeg altijd een school, hè. Dat is een gebouw waar je even naartoe moet om te horen wat je thuis moet doen. Hey, als je bent op school, hè, bent op school, een dag spijbelt, hè. Dan word je verstraft, word je een dag geschorst, hè. Dan heb je 2 dagen vrij. Hey, bent op school, als je nou niet weet wat je worden wil, hè. Laat je testen. Als je bijvoorbeeld een vlieg vangen, mag je ambtenaar worden. Of ze laat je een belletje trekken op zondagmorgen, mag je Jehova worden. Als je veel fouten maakt met rekenen, mag je röntgenoloog worden in het zuiden des lands. Nee, mijn zus hebben ze ook getest. Hè? Nou, mijn zus zit voor de eindexamen. Nou, dat eindexamen, jongen, dat staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Dat is een doodordinaire quiz en die hebben ze opgepompt met paniek. Zeggen ze, ja, wordt nu vervangen door het schoolonderzoek. Nou, het schoolonderzoek staat volgens mij ook helemaal nergens op. Wat is nou het schoolonderzoek, jongen? Alles wordt onderzocht behalve de school. Zeggen ze, ja, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. Zeg nou. Als ik nou mijn woordje zit te leren, heb ik vaak al het gevoel dat het voor niks is. Jongen, bij ons in de klas zat een jongen. En die kon niet zo goed meekomen, want die kwam arbeidersgezin en dan ken je veel minder woorden. En de Nederlandse scholen zijn alleen voor die kinderen die de woorden thuis al geleerd hebben. Nou. Dus, dat doe ik. Hey. Hey, die jongen zat bij ons op de HAVO, jongen. Toen moest hij naar de MAVO, toen moest hij naar de LAVO... en nou ligt hij in DAVO, jongen. Ja.
Jongen, neem nou bij ons school. Neem nou die pik van geschiedenis, jongen. Man, die staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Die jongens, geschiedenis is zeer belangrijk. Want stel je voor dat de Gebroeders Wright niet over het kanaal waren gevlogen. Ik zei, nee, dan had je nou naar de maan gebotten met paard en wagen. Hij zegt, stel je toch voor dat Edison de gloeilamp niet had uitgevonden? Ik zei, nee, zat je nou met een kaars hier naar de televisie te kijken? Weet je? Nou, ik zeg, wees u maar blij dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Anders liep u nou achter de vullerswagen. En dan werd hij giftig. Ja, als die giftig wordt, geef je als een sadistisch proefwerkje, weet je. Hier, zes vragen. Hè. Vraag 1. Wat is vrede? Nou, ingevuld zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. Vraag 2. Wie was Willem van Oranje? De keeper van het Nederlands elftal. Dus. Hier, vraag 3. Wat waren de laatste woorden van Olde Barneveld op weg naar het schavot? Hij zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug. Nee hoor, die stof hebben we nog niet behandeld, jongen. Dit boek wordt nooit gebruikt, maar je moet het wel aanschaffen, want die pik van geschiedenis hebben het zelf geschreven. Hier, vroeg die ook nog. Wat gebeurde er in 1600? Had mijn buurman achtergezet, toen was ik ziek. Die jongen die zit helemaal vol met maffe antwoorden, jongen. Maar dan vroeg hij, wat waren de eerste woorden van Columbus toen hij voet aan wal zette in Amerika, hè? Zegt mijn buurman van, schat, staat de bok maar koud. In de godsdiensten, vroegen ze van, wat zei de slang tegen Eva in het aardsparadijs? Ze hebben buurman snoep verstandig, eet de appel. Nou, moet ik erbij zeggen, jongen, die peer van godsdienst, hè? Die man die slaat volgens mij helemaal nergens op. Hey, aan mij vroeg die, was Christus ook wel eens een keertje buiten het Heilige Land? Ik zeg natuurlijk, ik zeg in Nederland, hè? Hij zei, hoe kom je daar nou bij? Ik zei, nou, de Batavieren kwamen 50 jaar voor Christus Nederland binnen. Dus, ja. Toen zegt die peer van godsdienst, wie heeft je dat verteld? Ik zei, die pik van geschiedenis. Neem nou een bulschot. Neem nou die druif van Duits, jongen. Die man, jongen, die slaat volgens mij helemaal nergens op. Want die man, jongen, die heeft een totale knobbel, hè. Ik zeg, meneer, moet u eens goed luisteren. Ik zeg, waar u die knobbel hebt, heb ik een kuiltje. En jongens, vertaal in goed Nederlands. In de beschenking zei zich de meester. Dus ik vertaal aan de bekrompenheid herkent men een schoolmeester. Nou joh, hij giftig. Strafwerk hier mee naar huis, weet je wel. Handteken van mijn vader. Nou, maar mijn vader had altijd druk, hè. Die zegt altijd, is dat nou meer, is dat nou meer. Ik zeg, ook niks. Aanvraag van verlaging schoolgeld, hè. Mijn vader... Mijn vader is zo, hè. Als je 4 voor Duits hebt op je rapport, hè, zegt hij, hé, die leraar kan zeker niet zo goed lesgeven.
Nee, maar mijn vader zegt ze moeten die leraren pas uitbetalen als de hele klas voldoende hebt. Vorige week was mijn vader op de ouderavond, hè? Gaat hij altijd onder schuilnaam, want hij schaamt zijn eigen rot. Jongen, geef ik je te raai. Wie komt die tegen, jongen, op die ouderavond, jongen? Die trut van biologie, jongen. En dat mens staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Ja. Je kan ontiegelijk bij de spieken. Want ik zit altijd in de speakerscorner. Nee, maar daar spieken wij niet voor de flauwekul. Wij spieken voor de wisselbeker. Die is nou bij Jan Heijn. Want die had alle woordjes aan de binnenkant van zijn contactlenzen geschreven. Hè? Nee. Ik had hem bijna gehad, want vorige week hadden we plantkunde. En toen vroeg ze aan mijn buurman, heb een mannelijke bloem, stampen of meeldraad? En die jongen wist dat niet. Dus ik doe even zo. Hij zegt stampen. Hartstikke fout, jongen. Ik zeg, jongen, kalm, hè. Ik zeg, wil jij even het geluid van een meeldraad nadoen? Neem bij ons school, jongen, neem nou die pief van wiskunde, jongen. Nou, die man die slaat volgens mij helemaal nergens op. Dan komt die binnen, jongens, leuke opgave. Eén arbeider bouwt een huis in 30 dagen. Dus de 30 arbeiders in één dag. Wie heeft nog zo'n voorbeeld? Ik zeg, ja, ik. Ik zeg, één schip vaart in 30 dagen naar Amerika. Dus 30 schepen in één dag. Toen werd hij giftig, want hij kon de fout niet vinden, joh. Bij ons school, maar één goede leraar, jongen. Dat is die vogel van Gim, jongen. Hey, laat zegt hij tegen mij van... waarom was jij vorige week niet in mijn les? Ik zeg, ja, ik moest mijn brommer schoonmaken. Hij zei, dat is voor mij geen reden. Ik zei, nee, u was ook op school. Nou, ik heb hem laatst gevraagd. Ik zeg, waarom hebben bij ons school jongens en meisjes apart, Gim? Hij zei, ja, ze zijn anders gebouwd, hè. Nou, weet ik juist nog enkele verdomd leuke oefeningen die ze samen zouden kunnen doen. Hey, laatst, vraagt je mij, heb jij wel eens zo'n stottercursus gevolgd? Hè? Ik zeg niks hoor, ik heb het mijn eigen geleerd. Week dinsdag
rond 21:50 het laatste theaterprogramma van Fons Jansen uit 1983 onder de titel Zullen we handhaven?